Ja, deze mensen zijn zo onbeschrijfelijk dom dat het inderdaad geen verlies is dat ze niet meer luisteren. Omdat ze niet goed begrijpen wat metaforen zijn, beeldspraak. Dit is beeldspraak. Ik bedoelde niet dat Rutte met een hele grote bloederige bijl aan het werk is geweest. Het is beeldspraak, lieve mensen. He? Sorry mevrouw Bezeme, maar ook u zullen we niet missen. Als u zulke merkwaardige criteria aanlegt, dan zou ik zeggen, bent u geen geschikte luisteraar. Het verlos hem, kunt u mij horen? Nu het stof in Politiek Den Haag wat is neergedwarreld, kunnen wij ons richten op de wat grotere vraag. Namelijk, hoe gaat Mark Rutte de geschiedenisboeken in? Die vraag proberen wij te beantwoorden in deze aflevering. En als eerst maar eens eventjes een vraag die binnen is gekomen op Instagram, in de inbox, meerdere keren. Van luisteraars die zeggen, Maarten, we hadden wel verwacht dat je iets blijer zou zijn, nu Rutte heeft aangekondigd weg te gaan. Hoe sta je erin? Nou, ik moet zeggen dat ik eigenlijk in de loop van de week al begon te denken, God beter, wat krijgen we ervoor terug? Hè? En ja... Maar dan zit een beetje in dat je het jammer vindt. Ik blijf erbij, ik vind de met opzet veroorzaakte kabinetscrisis, met het perspectief liever over rechts, zodat we in ieder geval D66 en die eigenwijze jetten kunnen vermorzelen. Ik vind dat zeer bedenkelijk. Ook omdat natuurlijk dat hele lulkoek over het landsbelang. Het landsbelang is niet gediend met weer 2 jaar treuzelen, uitstellen, even wachten, nog eens een commissietje daar tegenaan gooien. Nee, dat is nou juist wat de afgelopen jaren al die etterende wonden groter en pijnlijker heeft gemaakt. Dus nee, ik vind het nog steeds een daad van vergaande onverantwoordelijkheid. Oké, maar in het antwoord wat je net gaf zit dan wel iets dat je het enigszins wel jammer vindt dat hij ook stopt. Nou, jammer, dat is een groot woord. Ik weet niet wat daarna komt. Het zou best kunnen zijn dat als we, weet ik veel, 3/4 jaar formeren, want zoiets gaat het wel worden, denk ik. Dat je denkt, grote god, nog aan toe, in welk opzicht is dit beter dan wat we hadden? Dat is toch de vraag. We hadden een kabinet. We hadden een kabinet met plannen. Dat ze geen zak opschoten omdat ze intern ook ruzie, maar over een aantal op zichzelf niet eens zulke belangrijke dingen maakten, is vers 2. Ja. Dus je vindt het jammer dat het kabinet met de plannen waar ze mee bezig waren opstapt, dan dat je het jammer vindt dat Rutte... Ja, uiteindelijk gaat het over het regeren van het land. Ja. En ten aanzien van het regeren van het land is er op de middellange termijn, ik reken even tot 2050... genoeg te doen. En we weten allemaal wel zo'n beetje wat. En dan ga je toch, God beter het, niet waar, voornamelijk om van die D66-agenda af te komen, laat je het kabinet knallen en doe je dus 2 jaar niks. Ook bij immigratie, die immigratie waar die mensen zo de hele nacht van liggen te tobben, niet waar, die gaat gewoon door. Want ondertussen wordt er geen beleid gemaakt, toch? Ja. 0,0. Denk je dat Rutte naar de NAVO gaat? Hij zegt zelf van niet. Hij wil misschien wel les gaan geven. Of denk je dat hij toch wel gepolst gaat worden? Of dat hij misschien nog terugkomt op een of andere manier? Als minister van Buitenlandse Zaken, dat zou nou helemaal niet zo gek zijn natuurlijk. Dan kan hij al die vaardigheden die leuke vlotte praatjes met Meloni, kan hij daar gewoon mee doorgaan. Ik heb geen idee. Ja, het ligt zo volkomen open. Kijk, als de hele leiding vertrekt natuurlijk, dat is op zichzelf al wel... Nou, dat Jetten natuurlijk Kaag het opvolgt, trouwens ook Kaag, dat is toch wat tragisch dat zij ermee stopt. We zijn ook in sommige opzichten wel een ontzettend klote land geworden. Echt een miserabel, scheldend, met geweld dreigend klote land. Een land met fakkeldragers... Kunnen we ook niet een speciale fakkeldragersdag organiseren waarbij heel rechts Nederland, niet waar, gratis een dag limonade krijgt op het Binnenhof en dan mogen ze allemaal 15 keer om de Ridderzaal met die fakkels lopen. Hè? Wat een eikels. Wat een treurig groepje. Je ziet dat groepje nog staan. Waar was het ergens in de binnenlanden van Overijssel? Ja, ik verwacht daar ook niet veel meer van. Maar goed, het is treurig. Ja, ja, dat werd ook gisteren natuurlijk gezegd. Hè, dat Kaag, die geeft als reden heel duidelijk aan van mijn gezin. Daar heeft zo een beetje gelijk in, toch? Dochters die zich zorgen maken, die man ik die... Ik begreep ook dat de kinderen van Hugo de Jonge hadden gezegd, kun je er niet mee ophouden.
Die gaat ook niet door. Hè? Lekker in de luwte werken. Vaak voor 2 keer zoveel geld. Dus why not? En elkaar wil natuurlijk dolgraag weer terug naar het buitenland. Ja, dan heb je dat niet. Hoor je niet voortdurend. Ja, het is eigenlijk vrij treurig allemaal. Ik kan niet anders zeggen. Je ziet toch ook in Nederland, volgens het Sociaal Cultureel Planbureau valt het wel mee met polarisatie. Maar polarisatie is een zichzelf versterkend effect. Dus je moet enorm oppassen dat dat niet toch gaat gebeuren. Ook in een land als Nederland, wat van nature niet erg gepolariseerd is. Ja. En daar moeten we toch zeggen dat ultra-rechts daarbij wel een hele onaangename rol heeft gespeeld in de afgelopen 20 jaar. Zij koppelde het ook nog aan het vrouw zijn. Hè? Ze zegt, omdat ik een vrouw ben... Ja, misogynie is natuurlijk de rechterzijde de normaalste zaak van de wereld. Ja, goed, dat hoef je maar in de familiekring naar oudere mannen te luisteren. Dan weet je wel eens een beetje hoe de wind waait op dat punt. Ja. Want je weet dat de vrouwen gewoon veel dommer zijn dan mannen. Hè? Ja, vrouwen kunnen geen kaart lezen, vrouwen kunnen niet rijden. Dat is toch algemeen bekend. Dat is toch niks nieuws. Ze doen tegenwoordig net als ze het wel kunnen, maar dat is allemaal flauwekul. Ja. De wereld moet gewoon door mannen bestuurd worden. Zo is het. Ja. Nieuwsuur had even op een rijtje gezet wat er voor berichten waren gekomen op Twitter op het afscheid van Kaag. En volgens mij meer dan de helft was schelden, geklaag, bedreigingen weer. En ook dus refereren aan het feit dat ze vrouw is. Ja. Heks ja. Bijvoorbeeld, hè? Daar zeiden ze van, daar zit heel veel... Hij heeft ook Wilders zich schuldig aan gemaakt. Ja, die heeft ook al meegedaan. Ja. Die dus zijn bedreigingen zijn nooit een reden om te stoppen, reageerde die op het vertrek van Kaag. Ja, hij heeft geen kinderen, zij wel. Dat is een belangrijk verschil. Ja, goed. Ja, ultra-rechts Nederland is te treurig voor woorden. Wat moet je er verder van zeggen? Ja. En wat toch jammer van Kaag, dat ze is 2 jaar volgens mij nu, hè? Dat ze dus in Den Haag rondloopt, was toch niet echt een gelukkig huwelijk, toch? Nee, ik begreep, ja, ik heb het stuk nog niet gelezen, maar boven het stuk in de kwaliteitskrant stond dat ze schoon genoeg had natuurlijk van wat we nu net besproken hebben, de bedreigingen en al die scheldpartijen, maar ook wel van de Haagse opwinding over niks. Daar kan ik goed in komen. Sowieso is Nederland in allerlei opzichten ook media gestuurd en media gestuurde opwinding is eigenlijk altijd opwinding over niks. We hebben het gehad over de mediacourant, het absolute totale dieptepunt op dit terrein. Maar het geldt ook voor een groot deel van de andere media. Opwinning over niks. 0,0. Vooral natuurlijk omdat we ook een landje zijn waar het er toch niks toe doet of ons opwinden over niks. Ja, ik zou haast een supporter worden van verdere ingrijpende, snelle federalisering. Dat je ook een beetje van die dorpse sfeer van Nederland afkomt. Hè? En natuurlijk, dat is het gekke. We zijn een enorm exportgericht land. We zijn technologisch, lopen we mee in de voorhoede. En onze media reflecteren eigenlijk een soort dorpsleven. Hè? Ja, die fakkeldragersclub, zal ik maar zeggen. Zou die ook een vereniging hebben van fakkeldragers? Dat je ook voorzitter fakkeldrager bent. Hoe heet het? Secretaris-fakkeldrager, een penningmeester van de fakkeldragers. En zou dat duur zijn, zo'n fakkel, denk je? Kijk, kun je die kopen, hè? Zijn er fakkelwinkels? Ja, ik denk ook dat je ze op Marktplaats tweedehands nog kunt krijgen. Tweedehands fakkels, die hebben al een tijdje gebrand. En nu gaat Kaag weg. En nu komen ze in de tweedehands handel. Ja, sorry, daar mogen we daar natuurlijk niet over lachen. Maar ja, ook die klunzigheid van dat groepje. Dat was die... Die trage rondebiele uitstraling. Nou ja, het is... Ja, dan, het heeft toch Kaag mededoen besluit om te stoppen, zeker, helaas. Het is treurig genoeg allemaal. Ja. Nou ja, dat hebben we al geconstateerd. Het is heel treurig allemaal. Ja, maar die hele club, nou, Rutte dus, Kaag, Hoekstra, je noemde De Jonge al. Ja. Schout heeft nu ook gezegd, ik ga niet door. Die hele club, die stopt. Ja. Dus dat zegt toch wel ook iets over hoe ze dat ervaren, hoe dat gegaan is. Ze zijn er helemaal klaar mee, lijkt wel. Ik zou zeggen, het volgt toch wel... Een hele reeks van conclusies naar mijn idee. Dat ze er allemaal nogal genoeg van hadden. Je hebt de indruk dat de enige die er niet echt genoeg van had was eigenlijk Rutte. Maar goed, die is kennelijk van... Hebben ze met zo'n mestvork in zijn rug geprikt. Van joh, Rutte, het wordt tijd. Het wordt tijd. Zoiets dergelijks. De sfeer is kennelijk niet goed. Het is niet leuk of gezellig.
Ik kan me daar iets bij voorstellen. Het is een breder verschijnsel. Je hebt de indruk dat een heleboel lui... Godzijdank, we hebben een goed excuus om er vanaf te komen. Ja. Het is helemaal niet leuk. Je wordt eindeloos uitgescholden. Je doet het nooit goed. Nederland heeft natuurlijk ook lastige kiezers. Elke 5 jaar een andere... ik wou gaan zeggen half rare, maar dat moet ik natuurlijk beter niet zeggen. Elke 5 jaar weer een andere iemand die het land gaat redden. Meestal volstrekte single issue personen. Nu dus weer. En we zullen het zien. Maar ik vind dat de VVD toch zich zou moeten schamen over de crisis die ze veroorzaakt hebben. Ik zie ook niet wat ze uiteindelijk op lange termijn zullen winnen. Zelf ontkennen ze het, hè? Ze waren ook heel fel in het debat. Rutte tegen Paternotte, die ook vroeg van ja, waarom was dit nou nodig? Hadden we nou geen oplossing kunnen bedenken? Natuurlijk waren ze fel in het debat. Had jij gedacht dat ze zouden zeggen, ja jongens, sorry. En dan moeten jullie niet zo boos zijn, maar je begrijpt toch ook wel waarom we dat gedaan hebben. Ja, we hopen dat we over rechts, dat we iets meer kunnen realiseren. En meneer Paternotte, u begrijpt toch ook wel dat die agenda van D66 ons absoluut niet beviel. Hè? Laat staan met een ijverige minister erbij. Ja, ja. Dus er zou ook nog wel in kunnen zitten dat de VVD dacht van, oh, wat Rutte misschien al die jaren bij andere partijen heeft gedaan, namelijk vermorzeld, dat is D66 nu met ons aan het doen. Dus laten we het nu maar over goed punt struikelen. Dan kunnen we de boel nog redden. D66 staat er natuurlijk wel een hoop slecht voor in de peilingen. Dus dit is natuurlijk een ideale manier om met de D66 af te rekenen. Ja. Kijk, de anderen, de ChristenUnie is een hele stabiele partij. In feite met hele andere prioriteiten. Die zouden nog die eens kunnen winnen. Die overigens niet vol enthousiasme in dat kabinet zijn gestapt, maar met grote aarzeling in het kabinet zijn gestapt. En verantwoordelijkheidsgevoel, zeiden ze. Ja, en het CDA is natuurlijk de Titanic die nog zo halverwege boven de zeespiegel uit. Weet je wel, dat bekende plaatje. Ja, ja, ja. De lichten branden nog. De blaaskapel speelde nog, maar de zaak was verloren. Dat is het CDA. Ja, dat is het CDA ten voeten uit, ja. Misschien dat er ook over 100 jaar dat ze dan van die duikbootjes gaan maken om het CDA op te sporen op de bodem van de oceaan. Waar je dan in mee kunt als toerist en dan zelf om het leven komt. Ja, dat is precies. En die duikbootjes zullen dan bemand worden door historici. Die gaan kijken hoe het CDA er 3000 meter dieper bij ligt. Ja, maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat de VVD dacht van, hey, als wij nu niet op migratie een stevige vuist maken, beschadigt dat onze partij zo erg bij volgende verkiezingen. We moeten nu wat doen. We moeten nu misschien ingrijpen. Ja, dat zou kunnen. Maar dan moet je wel een alternatief hebben natuurlijk. Ja. Je moet wel weten dat je niet met deze coalitie door wil. Nee. Het heeft ook weinig zin om deze coalitie op te blazen en dan te zeggen, nou ja, D66 is een stuk kleiner te horen, dan hebben we minder last. Weet je wat, we gaan gewoon met deze coalitie door. Want dan heb je sowieso, heb je sowieso toch nog een extra partij nodig. Ja. Wat zijn de geluiden die jij zo om je heen hoort van mensen die dit analyseren? Nou ja, ik vond het beste stukje van den Berg in dat parlement.com. Dat vond ik wel een erg verstandig, rustig stukje. Wat schreef hij? Nou, dat het maar zeer de vraag was of het alternatief voor wat er nu gebeurd is, of dat wel zo aantrekkelijk zou zijn. En hij besluit met van, wie weet verlangen we dan uiteindelijk terug naar Rutte als we iets hebben waar we nog veel ongelukkiger mee zijn dan met deze club. Maar daar zit dan ook een beetje de angst voor vernieuwing in. Ja, Joop van den Berg is nog een jaar ouder dan ik dacht. Ah, okay. Of hij is even oud, dat zou kunnen. Ja, ik zou me niet te trappelen voor vernieuwing. Ik heb ik zag al diverse plekken mijn fameuze uitspraak. Dat we de verzuiling maar lelijk missen wat betreft de stabiliteit, de dossiers en het regeren van het land. Maar je hebt zo hard geroepen, Rutte moet weg. En dat valt me eigenlijk dan mee hoe blij je bent dat hij nu weg is. Ik vond Rutte slordig. En of het nu ook die crisis, dan kwam hij weer zijn excuses aan, was het ook in Groningen. Wat dat hij 5 keer zijn excuses heeft aangeboden. Ja, en ook een keer voor de 1000 euro die hij een keer had beloofd, wat ook niet doorging in Nederland. Dat was allemaal niks geworden. Sorry voor Nederland. Ja, dat had er veel, veel efficiënter doorgepakt moeten worden. En hij droeg uiteindelijk ook de VVD-ideologie van de kleine, slagvaardige overheid die gedigitaliseerd moest worden. Kon allemaal stukken goedkoper, de rechterlijke macht kon stukken goedkoper.
En nu zitten we met de Spaanders. Nu ligt de zaak licht gebroken, gedesorganiseerd. Want ook al die eindeloze reorganisaties van alles en nog wat. Dat heeft ook enorme schade toegebracht. Ja. Er waren ook nog een paar luisteraars die berichten stuurden dat ze heel boos waren over de uitspraak over moordenaar en moord met voorbedachte raden. Ja, dat zag ik ook. En die zeiden van ik ga nooit meer luisteren. Dat vind ik niet kunnen. Wat je ook van Rutte vindt, dit gaat alle perken te buiten. Ja, deze mensen zijn zo onbeschrijfelijk dom dat het inderdaad geen verlies is dat ze niet meer luisteren. Omdat ze niet goed begrijpen wat metaforen zijn, beeldspraak. Dit is beeldspraak. Ik bedoelde niet dat Rutte met een hele grote bloederige bijl aan het werk is geweest. Het is beeldspraak, lieve mensen. Maar goed, als u liever naar iets anders luistert, u bent van harte welkom. Maar ik zal u verzekeren dat een beetje normaal praten over problemen in deze wereld zonder beeldspraak, dat ben ik erg benieuwd. Als u zo'n podcast heeft gevonden, wilt u mij dan even berichten, want dan luister ik graag even naar een podcast zonder beeldspraak. Er was ook nog iemand die zei, ja, moord is altijd met voorbedachte raden. Dat is waar, anders is doodslag. Dus die kennelijk iemand die juridisch geschoold is. Ja, dus je had het eigenlijk doodslag moeten noemen. Nou, ik had het doodslag moeten noemen. Ja. Dat we zeggen, nee, want het was met voorbedachte raden. Oké. En dan hebben we nog één dingetje niet besproken. Dat is natuurlijk de lijstverbinding, of de samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks. Het is een lijstverbinding, toch? Zo noemen ze het, hè? Ja, dan wordt nou weer allemaal geprutst en ze zullen iemand moeten vinden. Ben jij lid eigenlijk van de PvdA? Nog steeds, ja. Dus jij mag meestemmen over die... Heb ik niet gedaan. Maar dat mag wel. Ja, ik had mogen stemmen, ja. De PvdA heeft bij mij zoveel vertrouwen verloren dat ik het verder van geloof met de PvdA en de linkse samenwerking. We hebben dat die zaak hier regelmatig besproken. Als je alle linkse partijtjes in Nederland bij elkaar optelt, dan heb je een heel aardig blok. Waar je een hoop mee zou kunnen doen. Maar ja, je weet, politiek van het kleine verschil. Allemaal hun woordje doen, hun boodschapje doen. Allemaal nog eens uitleggen dat ze hele brede, gigantische programma's hebben die ze nooit gaan realiseren. Nee, ik heb het op dit punt. Ik wil lokaal eventueel best nog eens op links stemmen. Maar ja, de vraag is natuurlijk al heel snel. Waar moet ik in godsnaam op stemmen in Nederland? Dat is een groot probleem geworden, steeds groter. Heb ik mijn hele leven zo trouw gestemd. Ja, maakt de sociaaldemocratie er helemaal niks van. Bak daar niks van. Kan er nog boos over worden. Behalve een kabinet zegt, de helft van de problemen die we nu hebben, zijn door Rutte 2 veroorzaakt. Die hebben er wel het hele kabinet. Hè? Dus het kabinet heeft het wel uitgezeten. Dus het enige kabinet volgens mij van hem. Ze hebben er 5 jaar gezeten volgens mij. Ja. Terwijl dit kabinet zou sowieso kort hebben gezeten, omdat ze natuurlijk al een jaar hadden verpest met formeren. Ja. Maar je kunt ook denken van, nou weet je, hoe lang kun je boos blijven? Laat ik toch nog eens een keer de schouders eronder zetten bij PvdA GroenLinks. En Klaver was toch ook lid geworden van de PvdA, om te onderstrepen van dat... Ja, in dat geval zou ik nu lid van GroenLinks moeten worden. Terwijl ik eerder zou overwegen om met mijn lidmaatschap van de PvdA op te zeggen. Ja, dat is ook een soort lethargie dat je daar dan een beetje in blijft hangen. Je hebt toch ook wel van die abonnementen op tijdschriften die jij al helemaal niet meer leest. Of altijd digitaal leest. Maar dan krijg je ze nog wel in de bus. Maar stel dat ze nou, want ze moeten nu, het ligt nu voor of ze dus 1 lijst moeten vormen bij de verkiezingen. Hè? Daar kunnen de leden ja of nee op zeggen. Zou jij ja of nee zeggen? Je weet wat ik denk over linkse samenwerking. Wat mij betreft gaan alle linkse partijen samenwerken. Ja, oké, maar die vraag ligt hier niet voor. Hou op met zeuren over kleine verschillen. De vraag is nu deze 2. Vind je dat verstandig of zeg je nee, doe maar niet? Ja, zeker. Ik ben enorm. Ja, laat ze, wat mij betreft, fuseren ze zo innig dat er niets overblijft van hun oude identiteit. Daar geef ik geen cent voor. Hoe heet het? Klaver van een schat van een jongen, maar die heeft ooit 7 zetels gewonnen. En vervolgens die weggelopen uit de formatie. Op een punt wat er tenslotte totaal niet toe deed. Wat was dat ook alweer? Ja, dat ben ik vergeten. Ah. Vandaar dus dat het er totaal niet toe deed. Ja. Ja, Rutte vond dat toen niet leuk, dat weet ik wel nog. Want hij heeft het wel geprobeerd toen Rutte met de Klaver en toen Klaver wilde niet. Ja, dus die heeft dus overvraagd en ja, dan lig je eruit. Ja. En dan wijst de volgende verkiezing is die zetels ook weer kwijtgeraakt. Ja. Overigens zijn GroenLinks en PvdA zijn eigenlijk al samengangen van allemaal weer kleinere linkse groeperingen, toch? Ja, in de loop der tijden, ja. Ja.
Oké, maar dus dat is dus het antwoord daarop is ja. En dat is de volgende vraag van wie moet dit nou gaan leiden? Stel dat Timmermans daar komt. Dat is toch wel iemand waarvan je denkt, die zie ik wel als premier. Als ik Timmermans was, dan zou ik het niet doen. Dan kan ik je zo maar vertellen. Maar hij heeft die vraag gekregen. Hij heeft niet nee gezegd. Terwijl hij ook had nou, hij heeft natuurlijk. Hij is nu bezig aan zijn tweede termijn in Brussel. Ik weet niet, mag je een derde termijn? Dat is me eigenlijk niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is dat niet de bedoeling. Dus dan zou die vrij binnenkort klaar. Volgend jaar zijn die toch die verkiezingen. Ja, ik zei eerder juni, maar het is mei. Mei 2024 is het. Ja, dus dan zou die klaar zijn met zijn tweede termijn. Dus in die zin zou die het eventueel wel kunnen doen. Ja, daar worden dan gouden bergen van verwacht. Dat weet ik zo net niet. Het is wel iemand met bestuurlijke ervaring. Die dus ook in Europa... Enorm, ja. Spreekt heel goed Engels. Het moet verschrikkelijk zijn als je dus in Brussel er iets toe hebt gedaan. In een serieus iets, namelijk de Europese Unie. En je komt dan terug in die dorpspolitiek hier. Hè, met die fijne opwinding over niks in Den Haag. En al die suffe talkshows. Jongen, jongen. Gewoon een zaligheid zijn dat je... Ja, maar hij zal ook denken van ja, stel dat die termijn inderdaad 2 keer is, dan kan die niet nog een keer. Dus dan denk ik, nou ja, dan is het premierschap is iets wel... Ja, op zijn leeftijd is niet geen bezwaar. Ik geloof die 62 is of zo. Ja. Maar niet wat begint. Maar zou je hem, ik denk dat veel Nederlanders hem wel zien in die rol als nou, premier. Je weet dat hij ooit als aantrekker bij de Europese verkiezingen gefunctioneerd heeft. Dus de vorige keer. En dat was nog wel een lollig tafereeltje natuurlijk, omdat Thierry Baudet en Wilders, of sorry, Rutte dachten dat ze de poed gingen verdelen en dat ging niet door. Dat was nog wel amusant, ja. Ik heb geen idee. Ik moet gewoon ophouden met dingen te voorspellen, want ik zit er altijd volledig naast. Ja, nee, maar het gaat ook niet ik om... ga altijd uit van simpele, fatsoenlijke, rationele overwegingen en... Laten we eerlijk zijn, simpele, fatsoenlijke en rationele overwegingen spelen in de wereld een hele beperkte rol. Ja. Maar het gaat niet zozeer om het voorspellen, het gaat er meer om wat je van de persoon Timmermans vindt en het vertrouwen dat je in hem hebt en zijn kwaliteit. Ik heb wel vertrouwen in hem. Het is al knap dat hij die groene agenda, zij het wel zwaar beschadigd, er doorheen heeft gekregen. Al moet dat nog uitonderhandeld worden met de individuele leden van de Unie. Dus ja, waar dat gaat stranden. Het is ook interessant, de volstrekte onwil op een dossier waarvan de zinnigheid zo evident is. Dat is toch vreemd, of niet? Kijk, ik maak me op zichzelf niet zulke zorgen over de natuur in Europa. Voor mijn eenvoudige reden dat Europa gewoon uitsterft. Kijk, zonder emigratie heeft Europa aan het eind van deze eeuw een kleine 100 miljoen minder inwoners. Dat heb je ervan als je tegen omvolking bent. Ja, sterker nog, dan lopen de wolven hier door de straat. Bij wijze van spreken. Ja, ja die wolf, ook zo'n typisch Nederlands issue. De wolf. Oh, wolf heeft een boer aangevallen. Ja, die ging die wolf met een hooivork te lijf, geloof ik. Al ben ik er, ja, het lijkt mij ook een beetje onzinnig om in een land als Nederland te verwachten dat we hier een omvangrijke wolvenpopulatie zouden moeten hebben. Lijkt me ook niet erg waarschijnlijk. Nee. In Duitsland kun je ze wel kwijt. Ja. Hè? Als je ooit een beetje door Duitsland hebt gereden, dan weet je daar eigenlijk nog wel ruimte voor de wolf. Ja. Maar om het blokje met Timmermans af te sluiten, van we weten natuurlijk nog niet of hij het gaat doen. Die wethouder in Amsterdam, Moorman heet ze toch? Ja. Die wordt ook genoemd, eventueel. Ja, dat is de enige Nederlandse politicus die ik voor op de... Oh nee, laatste Rutte met de Saab stond voor op de New York Times. Oh ja? Ja. Dat hij bij de koning langs ging. Ja, maar hij werd daar opgevoerd als voorbeeld van de verrechtsing in Europa. Ruk naar rechts in Europa. Oh, dat heb ik gelezen, dat stukje. Zij zagen het ook als het begin van een ruk naar rechts. Ja. Hey, en wat, we hebben natuurlijk een keer hebben we het over de premiers gehad. Hè? Toen heb je alle minister-presidenten besproken. Hoe gaat Rutte nou die geschiedenisboeken in? Als wat voor premier? In de allereerste plaats als langzittende premier. En dan in de tweede plaats zal vrijwel iedereen opmerken dat het een enorm handige, flexibele, tactisch begaafde politicus was. Maar als we naar het eindresultaat kijken van in de grote dossiers die voorliggen in een land als Nederland, dan heeft hij het er maar heel, heel matig van afgebracht. En hij is natuurlijk slot veel te lang blijven zitten. Lubbers ook. Kijk, Lubbers is de enige die hem bedreigde in tijd van blijven zitten. Maar Lubbers had natuurlijk ook veel eerder moeten vertrekken. Lubbers had minimaal na 10 jaar moeten vertrekken. Toen, ik weet nog goed dat hij er 10 jaar zat. Hè. Kwaliteitskrant, Lubbers, nou het was echt...
Hij was echt een lid van de heilige familie. Daar kwam het op neer. Ja, en toen ging hij tenslotte weg. En hij is ook onder een dreigende wolk is die vertrokken. Wat was zijn dreigende wolk? Nou ja, dat hele échec met die opvolging. Waar het er natuurlijk met, weet je ook alweer? Van Lubbers bedoel je? Van Lubbers, ja. En dat hij toen zei dat hij niet heeft, hoe heet hij nou, zijn opvolger Eelco. Ja, precies, Eelco. De rest kan ik ook niet opkomen, maar goed. Ik kon er net niet op de naam Hortensia komen, dus het wordt met mij ook langzamerhand een moeilijke onderneming. Ja, dat hij zei dat hij niet op zijn opvolger ging stemmen, maar op hier is Balin. Het was dramatisch. Niet Eelco Brinkman, hè? Was het? Eelco Brinkman, ja, zeker. Met de Brinkman shuffle. Ja, ook zo'n mislukte campagne. Ja, dat was allemaal geweldig professioneel opgezet. En die Brinkman had geleerd om zo'n beetje losjes rond te wandelen met de microfoon. En ondertussen een briljant politiek vertoog te houden. Maar ja, dat bleek in Nederland niet zo aan te slaan. Overigens, die Brinkman, ja. Dat is ook zo iemand toen hij nog heel jong was. Want ik geloof dat hij op zijn 34ste al directeur-generaal werd of zo. Door Wiegel overigens. Als ik het me goed allemaal herinner. En dan denk je, wat een arrogant ventje, zeg, hallo. En toen later is hij ziek geweest. En hij heeft allerlei onaangename dingen. Dit natuurlijk ook, die verloren verkiezingen eigenlijk. En later dacht ik altijd van, die man heeft een hoop van het leven geleerd. Ja. Die is die hele dat hij zo'n brutale mus was, dat is helemaal van hem afgevallen. En hij is een mens geworden. Ja. De lachende premier wordt Rutte ook wel genoemd. Nou, dat gelach moet ook sowieso, wordt in Nederland vaak, ik ben een enorme voorstander van lachen. Maar ik heb graag dat er niet voortdurend en langdurig met open mond gelachen wordt. Die aanblik van al die gebitten, al zijn die tegenwoordig allemaal, bestaan die uit wit plastic. Daar heb ik het niet op. En ik vind wel dat er te veel gelachen wordt. En vind je ook dat Rutte te veel lachte? Ja. Dat krijgt natuurlijk ook iets gemakzuchtigs. Ik vind dat je moet lachen als het werkelijk verrekt en geestig is. Dat is maar zelden het geval. Ja. En er werd natuurlijk gezegd, het is een hele generatie die niet anders weet dan dat Rutte de minister-president ja, is 13 jaar, ja, natuurlijk. Als je 8 was toen niet werd, ben je nu 21. En als je 8 bent, weet je sowieso niet wie de minister-president is. Of je moet wel een enorme wijsneus zijn. Ja, dat weet je niet beter, maar daar ben ik nou niet zo van onder de indruk. Nee, dat is meer het emotionele gedeelte van het verhaal. Maar de VVD-voorzitter zei van Rutte verdient absoluut een plek in onze parlementaire geschiedenis. Allemaal mooie woorden natuurlijk. Maar als ik jou zo hoor van de langzittende, maar hij heeft niet echt veel baanbrekende zaken voor elkaar gekregen. Rutte was in allerlei opzichten de woordvoerder van een ideologische beweging. Die natuurlijk aanvankelijk er wel aantrekkelijk uitzag. Het kon sneller, beter, efficiënter, goedkoper. Maar die tenslotte bij uitvoering in feite tal van rampzaligheden heeft veroorzaakt. Zoals we weten. Maar niet zelf natuurlijk, toch? Je moet dat ook niet per se dat hij op zijn zolderkamertje handen wrijvend zat te denken van zo, dat gaan we ook eens even kapot reorganiseren. Nee, natuurlijk niet. In die zin is hij is natuurlijk geen politiek denker van enig formaat. Hij was de drager van een bepaald idee. Namelijk dat onze overheid kleiner, sneller, efficiënter en digitaler zou moeten. En dat is uiteindelijk een hoogst ongelukkig uitgangspunt gebleken. Ja. En mocht u denken, die verrossen linkse lul met die praatjes, lees dat boekje van Cenk Willink. Dan zult u zien dat er ook andere mensen, geef toe, die is ook oud, maar er zijn ook andere mensen die er zo over denken als ik. En ik begreep nou dat Rutte ook, hij heeft altijd biografieën gelezen van alle wereldleiders, hè? En heeft hij dus ook, voordat hij de politiek inging, heeft hij situaties nagespeeld met een jeugdvriend. Ja, dat begreep ik, met een vriend, ja. Ja. Maakt op mij nogal een beetje een puberale indruk, eerlijk gezegd. En dat hij ook interviews naspeelde, dan was hij de minister-president. Ja. En hij de vragen stellen, die vriend van hem. Nou ja, lollig hoor. Maar ze schijnen dus ook de val hebben geoefend. Dus dat moest ik nog aan denken toen ik dacht van hoe die nou is afgetreden. Daar heeft hij misschien wel over nagedacht. Van ik moet dat dan, als ik denk van er is geen weg meer terug, dan doe ik het zo. Je weet hoe die het gedaan heeft. Namelijk vrolijk. Heb je al die afscheidsfoto's gezien dat je denkt van nou,
Ja, als ze straks, als ze het licht uitgaan, gaat hij ze ook allemaal nog even kussen. En dan gaan ze bonbons eten allemaal samen. Het is allemaal een gezelligheidsproef. Dus kennelijk, ja. Of het zin heeft om biografieën van grote politieke leiders te lezen, daar geloof ik geen flikker van. Dat is zo situationeel gebonden. Dat is zo sterk, niet aan, en situationeel en afhankelijk van het karakter van de betrokken leider. Nou ja, ik weet niet of je Rutte met Churchill wil vergelijken, of met Stalin, of Adenauer. Dat zijn allemaal toch unieke situaties. Het is, kijk, als het een keer hartstikke goed gaat, Adenauer, Churchill, overigens ook fouten gemaakt, maar in principe toch met een geweldige reputatie in de geschiedenisboekjes. Wij zijn natuurlijk ook wel een erg klein landje om, laten we zeggen, de geschiedenisboeken serieus te halen. Heb je nooit eens zo'n Europese geschiedenis gezien, dat je even vlot in de index kijkt hoe Nederland erbij staat? Dan mag je blij zijn dat je twee alineaatjes krijgt. Dat is meestal niet veel zaaks. Ja. En dat is dan nog vaak de politionele acties natuurlijk. Of de overstromingsramp. Nee, dat is... Je moet ontzettend geluk hebben dat je karakterologisch de juiste persoon op het juiste moment in de tijd bent. Want je weet dat Churchill natuurlijk mislukt was als politicus. Vervolgens begint Hitler een oorlog in Europa. En nou net op dat punt, en net op het punt dat je moest zeggen van, het is zaak dat we nu echt even onze vuisten ballen en dat keihard tegenaan gaan, niet toegeven, was Churchill de juiste man op de juiste plaats. Lees zijn redenvoeringen. En alleen al om die redenvoeringen, want als je de rest van zijn oorlogscarrière had, de gekste ideeën, moest steeds bijgestuurd worden door zijn adviseurs en zo. Maar in dat moment, in dat historische moment van mei 40, is het grootste wat hij doet. Kijk, dus natuurlijk niet te vergelijken met de coronacrisis. Maar nee, toen, niet echt te vergelijken. Maar toen stond Rutte er natuurlijk ook wel. Toen was het ook wel de man die het land verenigde. Hij heeft in de coronacrisis heel behoorlijk zijn best gedaan. Nederland heeft het niet slecht, maar ook niet buitengewoon goed gedaan. Maar Nederland heeft het er heel redelijk van afgebracht. Sowieso heeft Europa in bredere zin er veel beter van afgebracht dan bijvoorbeeld China en de Verenigde Staten. Nog met de zwijgen van landen als Brazilië. Ja. Nou, en er zat Dijsselbloem, die heeft natuurlijk in de tijd dat die bankencrisis speelde met Griekenland, heeft hij ook met hem samengewerkt, met Rutte. Toen was hij ook minister, hè? Dijsselbloem van Financiën. Ja. En die stelde nu ook nog voor om niet het land 2 jaar stil te leggen, maar de Tweede Kamer veel meer macht te geven en niet al die onderwerpen controversieel te verklaren. Ja, wat heeft de Tweede Kamer gedaan? Is we gaan pas in na de vakantie beslissen over wat er controversieel is en wat niet. Kom op, sukkels. Ja. Alle sukkels. Alles weer lekker te... Ja, misschien kun je nog 2 jaar in de talkshows ouwehoeren over dat er niks gebeurt. Ja. Nou, fijn. Op 1 gaat nu met zomer stoppen, hè? Dus... Die verdwijnt eventjes. En Omtzigt, die heeft nog niet verteld wat hij gaat doen. Hij gaat in ieder geval niet naar de BBB. Nee. Nou ja, dat vond ik al een geruststellende mededeling. Ik had niet anders verwacht, maar hoe toch. Moet hij een eigen partij oprichten? Hij zou zeggen een eigen partij oprichten. Hij is natuurlijk gevoelig voor burn-outs, dus mensen vragen zich al, doet dat wel? En dan moet je dus natuurlijk allerlei mensen benoemen. Die zeker bij een Einzelgänger als Omtzigt. Zal dat niet makkelijk zijn om mensen te benoemen die je ook verantwoordelijkheden geeft? Dat zal niet meevallen. Dat is steeds bij nieuwe partijen natuurlijk het pijnlijke en het punt en het afwezige punt. Is dat je geen mensen hebt die wat kunnen of die enige ervaring hebben op bestuurlijk gebied. Ja, ik weet niet, een van de nieuwe gedeputeerden voor de BB-beweging was gewoon een prominent lid van de CDA. Misschien is dat... Ja, zuigt als het ware de BB-beweging het CDA leeg. En is de BB het nieuwe CDA? Daar zit toch wel wat in, of niet? Dat zou best wel kunnen, ja. Ja, dan moeten ze de zaak goed op de rails zien te houden. Dan is ze... Ja, ik zie dat ook die CDA, die hebben werk zoveel kapitale blunders begaan. Dat kan niet meer goed komen, denk ik. Het zou ook nog kunnen zijn dat Omtzigt ook stopt, hè? Dat hij ook zegt, van net als Renske Leijten, van ik vind het wel mooi geweest. Nou ja, die Leijten kan ik me ook goed voorstellen dat je... Die heeft al iets van 12 jaar in de Kamer gezeten of zo.
En allemaal nuttig werk gedaan. Dan ziet er ook Kamerleden hartstikke nuttige dingen doen. Moet je er wel een tijdje in blijven zitten. Ja. Nou, om zich zit er al een lange tijd. Dus... Ja, al had ze er lang. Ja. Ik geloof dat Geert nu de langzittende is. Of misschien Ariep. Ariep zit toch ook nog in de Kamer? Die is volgens mij toch wel weg. Hoor. Zit ze voor de PvdA nog in de Kamer? Volgens mij wel. Oké. Okay. Oh, nou ja, dan moet ik even nakijken. Maar Wilders kan natuurlijk niet stoppen. Hè? Die moet tot zijn pensioen moet natuurlijk dit blijven doen. Ja. Ik had de indruk dat hij heel even in een flush dacht van, misschien mag ik toch weer meedoen. Hè? Misschien is er toch iemand die mij de helpende hand reikt. Hè? En ziet dat ik in feite tot mijn knieën in de vette modder van een afschuwelijk slootje sta, waar ik niet meer uit kan komen. Oké, dus... Dames en heren, dit was een metafoor. Ja. Een slootje, vette modder, begrijpt u? Ja. Ja, het is even denken, maar je komt er vanzelf achter tenslotte. Ja. Laten we even nog kijken naar wat vragen die over dit thema zijn binnengekomen. Want er zijn natuurlijk veel mensen die dit bezig hielden. Het was natuurlijk ook wel, er gebeurde elke dag wat hè, deze week. Het was spectaculair, dat moet je zeggen. Ja, zeker. Zo staat de boel maanden stil en zo gebeurt er toch... En zo gebeurt er iets waardoor het dan daarna 2 jaar stilstaat. Even kijken, ik heb hier die vragen, want die was ik dus aan het zoeken over de politieke situatie. Ja, nu Rutte zijn vertrek heeft aangekondigd, is het wellicht Maarten een mooi moment om hem te vergelijken met de andere premier die eveneens 12,5 jaar lang aan de macht was, Ruud Lubbers. Zijn er historische parallellen of verschillen op te merken in de laatste jaren van beide mannen, vraagt Ralf Seilemans uit Brabant. Ja, ik denk toch... maar ik geef toe dat dat heel lastig is om dat serieus te bekijken op dit moment. Ik denk toch dat Lubbers met een hechtere reputatie de geschiedenisboeken in zal gaan dan Rutte. Wat bedoel je daarmee? Dat Lubbers natuurlijk aan de macht kwam op een moment dat het echt verdomd slecht leek te gaan. Dat we echt in een soort structurele crisis waren beland, niet alleen Nederland, maar eigenlijk een groot deel van het Westen. Niet waar wat deels een soort van de-industrialisatie met zich meebracht. En ja, de jaren 80 waren in allerlei opzichten moeilijke jaren. En dan komen de jaren 90, dat hebben we er wel eens over gehad. Dat in de jaren 80 kon je lezen, het zou nooit meer zo worden als het was. En ja, we keken toch nog met verlangen en teleurstelling naar de gouden jaren 45, 75 en... We hadden gedacht dat het even ging duren, maar dat gebeurde helemaal niet. En nu waren we in de problemen geraakt. En nou ja, we moesten de buikriem aantrekken enzovoort. In feite de boodschap natuurlijk ook van de eerste, zeker de eerste twee, misschien wel de derde kabinet Lubbers is natuurlijk met Kok erin. Hè? Nee. Nou ja, hoe dan ook. Ik denk dat, kijk, Lubbers kwam aan de macht onder moeilijke omstandigheden. Hmm. En daar heeft het er niet slecht afgebracht in moeilijke omstandigheden. Maar je kunt niet beweren dat Rutte echt hele moeilijke omstandigheden heeft gekend op macro-economisch gebied. Sterker nog, ik denk dat de kredietcrisis macro-economisch in Nederland totaal verkeerd is aangepakt. Met draconische bezuinigingen die totaal niet noodzakelijk waren. Hmm. De problemen van de kredietcrisis waren helemaal niet in alle landen dezelfde problemen. Hmm. Ja, de zwakke broeders hadden veel meer problemen dan de sterke broeders. En wij horen budgetair en financieel lange termijn denken tot de sterke broeders. Ja, wij hebben een ijzersterke positie in allerlei opzichten, macro-economisch. We zijn niet voor niks, geloof ik, op 2 na rijkste EU-land. Dat er dan toch nog een hoop armo is, dat is nou weer een andere zaak. Zelfs zal Rutte natuurlijk zeggen, nou, coronacrisis was hebben we nooit gezien. Grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog. Dat is waar. Maar zou iemand anders dat zoveel slechter of beter hebben gedaan? Dat weet ik niet. Nee. Even kijken. Dan hebben... speelde natuurlijk toch ook internationale ontwikkelingen. Ontwikkeling van een nieuw virus. Van een nieuwe vaccin speelde daar toch ook een heel belangrijke rol in. Martina Bezemer heb ik hier. Die zegt, Maarten, ik wil u laten weten langs deze weg dat ik vind dat u te ver bent gegaan in de laatste podcast waarin u spreekt over de moord met voorbedachte raden. U verwijt Mark Rutte onder andere dat hij vorig jaar niet alleen een transparant bestuur beloofde, maar ook een fatsoenlijk. Uw podcast vind ik zeer onfatsoenlijk en u bent wat mij betreft door de mand gevallen. Onlangs heb ik uw podcast nog aanbevolen bij de VPRO. Ik heb toen gezegd dat ik elke avond luister bijna in slaap vallen en dan luister ik het daarna terug.
Nou, het is een heel lang verhaal. Ik vind wie het enorm... is dat? Hoe heet zij? Martina Bezemer. Ik vind het enorm spijtig dat u mijn fatsoensgrens hebt overschreden. Ja, wat zal ik daarvoor zeggen? Martina Bezemer heeft kennelijk weinig gelezen in haar leven en niet precies begrepen dat je allerlei soorten van moorden kunt begaan. En dat die niet allemaal uitgevoerd worden met bebloede bijlen en onder met nacht en ontij en zo. Of met mitrailleurs. Dat is een vrij metaforisch en breed begrip is. Sorry mevrouw Bezemer, maar ook u zullen we niet missen. Als u zulke merkwaardige criteria aanlegt, dan zou ik zeggen, bent u geen geschikte luisteraar. Sorry mevrouw Bezemer, maar ook u zullen we niet missen. Een gloednieuw luisterboek staat voor je klaar over de ontknoping van de Tweede Wereldoorlog. Met het komen van de vliegtuigen begreep ik dat de oorlog was afgelopen. Ruim 4 uur lang vertelt Maarten van Rossum onder andere over de mislukte operatie Market Garden en de hongerwinter. Een nieuw luisterboek over de spannende ontknoping van de Tweede Wereldoorlog. Ideaal om mee te nemen op vakantie. De link naar het luisterboek vind je in de beschrijving bij deze podcast. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar de aflevering over de superbatterij, die je met 1 keer laden van Amsterdam naar Zuid-Duitsland brengt. Je luistert de aflevering nu via de link in de show notes.